Jaarlijks herdenkt elk land op 22 maart Wereldwaterdag. Vandaag is dus een internationale dag in het teken van water. De Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM heeft in dit kader op de Maria School een bewustwordingscampagne, een bewustwordingsdag, georganiseerd. De SWM heeft in verband met deze internationale dag een kinderverhalenboek gelanceerd. Volgens Chantal Vien, hoofd Public Relations van de SWM, is Suriname een gezegend land wanneer het op schoon drinkwater aankomt. Maar het besef dat men zuinig moet zijn met het water is bij vele Surinamers nog steeds niet aanwezig. Daarom ook de bewustwordingsdag op de Maria School. We hebben het genoeg geprobeerd door ouderen te vertellen hoe belangrijk het is om zuinig om te gaan met water en onze milieu niet te vervuilen, onze natuur schoon te houden. Maar ik denk dat het belangrijk is om de kinderen daarbij te betrekken. Het is een pilot wat we draaien en we willen kijken wat het effect uiteindelijk zal zijn. We geloven erin dat die kinderen de boodschap mee zullen nemen, omdat je weet, die omgeving spreekt voor zich. Thuis hoor je ook wat mama vertelt. Wat mama vertelt is niet de waarheid, wat de juf vertelt is de waarheid. Dus vandaar dat we zo'n strategie hebben gekozen. Vient zegt verder dat het verhaalboek Drup de Waterdruppel aan de leerlingen van leerjaar 3 en 4 is voorgelezen. Het doel is de leerlingen van jongs af aan bewust te maken dat ze overal en altijd zuinig moeten zijn met water. Vient gaat in op de inhoud van het boek. En het vertelt dus het verhaal van onze waterwinning, het proces. Vanaf grondwater, regengrondwater naar drinkwater. En de kritische boodschap, ga zuinig ermee om, want de natuur is ook maar... Het houdt eigenlijk op als je de natuur, als je niet zuinig ermee omgaat. En met dat pilotproject hier op de Maria School is dus een aanzet om binnen 3 jaar alle andere scholen, tenminste 70% van de andere basisscholen, aan te doen, het verhaal te delen en ze te brengen in die sfeer van hoe belangrijk het water is wat wij als SWM bieden. Chantal Vient, hoofd Public Relations van de SWM. Ze sprak tijdens de bewustwordingscampagne op de Maria School in verband met Wereldwaterdag vandaag.